Stel dat je vandaag met een andere belegger een contract afsluit waarin staat dat je in de komende maand zijn aandeel mag kopen aan de prijs van vandaag. Dan investeer je in een call-optie. Je hoopt dat de werkelijke prijs van dat aandeel snel zal toenemen. Als dat ook gebeurt, dan kan je het kopen aan de lagere prijs en meteen weer met winst doorverkopen. Als de prijs van het aandeel niet is gestegen, hoef je je call-optie niet te gebruiken. De premie van de optie heb je wel al betaald. Als eigenaar van een aandeel kan je ook een put-optie aankopen. Die geeft jou gedurende een bepaalde periode het recht om je aandeel te verkopen aan de prijs van vandaag. Je hoopt je zo te verzekeren tegen wat jij verwacht, een dalende markt. Maar toch nog even dit. Opties kopen en verkopen is behoorlijk complex. Win dus zeker advies in.